Dit is Flevoland met vandaag de Groene Energiedag. Ja, we hebben dus vandaag bij Omroep Flevoland over groene energie en verduurzaming. Veel mensen willen daar vrijwillig aan bijdragen, maar verduurzaming is niet geheel vrijblijvend, Arnoud. Er liggen gerechtelijke uitspraken, nationale en internationale klimaatakkoorden en klimaatplannen. We praten erover met Simon Boijers, advocaat bij Okkers en Schop Advocaten. Simon, goedemiddag. Goedemiddag. Middag. Actueel is natuurlijk die discussie over de vermindering van de uitstoot van de stikstof. Maar ja, net zo belangrijk is een uitspraak van de Hoge Raad over die uitstoot van kooldioxide. Dus dat agenda-adres is dat, hè? Ja. Hoe belangrijk is dit nou eigenlijk allemaal? Nou, het is wel belangrijk omdat het hoogste rechtscollege in Nederland er inmiddels een uitspraak over heeft gedaan. Hè, of de Nederlandse overheid verplicht kan worden bepaalde maatregelen te nemen. En dat is, zoals Urgenda het zelf ook presenteert, redelijk uniek. En het is ook uniek hoe Urgenda dit heeft ingestoken. Want Urgenda zegt eigenlijk, de Nederlandse overheid moet maatregelen nemen. Omdat ze, daartoe is ze verplicht. Onder meer, niet alleen op basis van die internationale afspraken, maar ook op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. Er worden twee artikelen uitgehaald. We hebben namelijk het recht op privéleven. Ja. En het recht op het leven zelf. Artikel 2 van het EVRM beschermt het recht op het leven. En dat betekent dat de overheid maatregelen moet nemen om dat ook daadwerkelijk tot die bescherming te komen. En dan kun je het over hele praktische zaken hebben, maar daaronder valt ook beschermen tegen milieurampen. Zeker als er een reëel en direct risico daarop is, zegt de Hoge Raad. Ja, dat zijn ze verplicht aan ons als mens. Zij dienen ervoor te zorgen dat alles zo wordt gecreëerd dat het veilig is voor ons. Precies, precies. Ja. En dat heeft dus ook bij milieurampen. En dat ziet niet alleen op de individuele mens, maar ook als ons, als samenleving. En zegt de Hoge Raad, je hebt niet zoveel aan die verplichting, aan dat artikel, als je de nakoming daarvan niet kunt inroepen. Ja. Iedereen die een verplichting heeft om iets te doen, dan kun je die verplichting bij de rechter afdwingen. En dat is wat Urgenda ook heeft gedaan. Daar zijn ze in 2013 mee begonnen. Eerst bij de rechtbank, en vervolgens bij het Hof en nu bij de Hoge Raad. En waar het eigenlijk om gaat, is die uitstoot van broeikasgassen. Sinds de industriële revolutie verbruiken we energie door fossiele brandstoffen te verbranden. En dan komt er CO2 vrij. Die komt in de lucht. Een deel kan de natuur opvangen, afbreken. Maar een deel blijft ook in de atmosfeer hangen. En zeker omdat er steeds meer ontbossing plaatsvindt en heel veel van die uitstoot er is, blijft er steeds meer in de atmosfeer hangen. Waardoor de aarde opwarmt. Dat is dat broeikaseffect. Maar met het verminderen van die broeikassen ging het toch redelijk goed? Er worden heel veel initiatieven genomen, ook internationaal. Sinds 1992 hebben we het Klimaatverdrag van de VN, waarin ook als doelstelling wordt gesteld, we moeten het gaan stabiliseren, maar ook gaan verminderen. Om uiteindelijk in 2100, het jaar 2100, terug te gaan naar terug te zitten op het niveau wat we in 1990 hadden. Dat is toch helemaal niet te doen, eigenlijk? Dat is een behoorlijke opgave. En er wordt ook gezegd, hoe langer we daarmee wachten, hoe moeilijker harder je dat moet wordt. Inhalen, ja. Ja, ja, het maar is valt ook, dat nog in te halen, denk je? Want ik bedoel, ik heb soms het gevoel dat de overheid een beetje noodsprongetjes maakt. Hè? Zo van, we moeten nu wel heel snel acteren en handelen. Hup, gelijk alles naar 100 terug. En iedereen moet aan de warmtepomp. En daarom is, daar ziet Urgenda ook het belang in om dan nu naar de rechter te gaan. Omdat zij zegt, internationaal is redelijk vastgesteld dat we in 2020 25% tot 40% minder moeten uitstoten om ervoor te zorgen dat we in 2100 die doelstellingen kunnen halen. Maar dan moet je natuurlijk als overheid wel iets doen, want mensen moeten ergens aan kunnen wennen. En dat gevoel heb ik dat nu niet kan. Hè? Het is allemaal snel, snel, snel. Zeker wat oudere mensen, die vinden dat lastig, die vinden het moeilijk. Kan een overheid burgers verplichten om bijvoorbeeld een elektrische auto te rijden of inderdaad te investeren in duurzame projecten, zonnepanelen? Niet iedereen heeft ook dat geld natuurlijk, hè? Nee. Dus wat er vaak wordt gedaan is voor een deel maatregelen opleggen en voor een deel ook het proberen de burgers zover te krijgen door bijvoorbeeld subsidies te verlenen. Bijvoorbeeld een combinatie van bepaalde auto's mogen niet meer de binnenstad in en we geven subsidie op elektrische auto's. Om zo de burger wat meer te sturen richting de groene keuze, om het zo te zeggen. Ja, en wie gaat straks de rekening betalen van mijn huis als ik van het gas af moet?
Ja, dat kan aanvechten of zo? Van jullie verplichten met mij wel, maar goed. Ik heb het zal altijd in stappen gebeuren. En de eerste stap is dat er nu huizen worden gebouwd waar gewoon geen gasleiding meer naartoe gaat. Ja. En een latere stap zal pas zijn dat misschien er helemaal geen gas meer wordt geleverd, ook aan huizen waar die leiding nu wel ligt. Ja. Alleen ja, het is aan de overheid om dat in eerste instantie te bepalen. Ja. De Hoge Raad heeft nu gezegd, de Nederlandse overheid kan verplicht worden. En is ook verplicht om in ieder geval die ondergrens van 25%... om dat te gaan realiseren in 2020. Interessante vraag is dan ook, die werd gesteld. De staat zei namelijk, nou ja, rechter, daarmee ga je eigenlijk op de stoel van de wetgever zitten. Mm-hmm. Het is de wetgever die bepaalt of die hoe de afspraken moeten worden nagekomen. Ja. Nou, en daarvan zegt de Hoge Raad, nou, dan moet je wel een tussenstap maken. Je kunt vaststellen dat je niet aan de afspraken voldoet en dat je dat wel moet doen. Alleen hoe je dat gaat doen, ja, dat is niet aan ons rechters. Nee. Dat is aan de overheid en de wetgever om dat verder in te vullen. Dus als je zo'n brief thuis krijgt van u moet van het gas af, is het altijd handig om toch eventjes advies in te vragen bij een raadsman? Altijd, ja.